Wat als de waarheid niet bestaat? Ik ben Elke Vermeijre en in mijn eigen gezondheidsreis verschoof mijn aandacht steeds meer van de zichtbare naar de onzichtbare wereld. In deze holistische gezondheidsreeks leg ik alle puzzelstukjes samen en interview ik gezondheidsexperts in hun domein, zodat jij ook jouw unieke waarheid kan vormen. Welkom bij Holistisch Gezond. Hier zijn we terug in de volgende aflevering van Holistisch Gezond. En vandaag heb ik Carla de Brouwer bij mij. En wat heb ik uitgekeken naar dit gesprek? Want Carla, ik ga eerlijk zijn, het is toch wel iets van mijn favoriete topics, hè, waar we vandaag gaan induiken. Tof. Ja, ik zou zeggen, welkom Carla. Dankjewel. Want we gaan het vandaag hebben over de overgang. Bewust overgaan, maar ik bedoel niet de overgang naar de menopauze. Hè? Want... Nee, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee. We gaan vooral spreken over sterven. Klopt. Een thema waar misschien nog veel taboe op zit. En daarom apprecieer ik enorm wat jij doet, Carla. Het is eigenlijk uw levenswerk om daar bewustzijn rond te brengen. En om mensen op basis van wat je doet en wat je brengt, zonder angst te kunnen laten overgaan. Dat is eigenlijk uw wens, hè? Ja. Nu ben ik wel heel curieus. Hoe zijn ze daar in godsnaam bijgekomen? Neem ons er mee in uw verhaal. Dan moet ik eigenlijk teruggaan naar 1986. Dan is mijn grootmoeder overleden. En ik had een hele goede band met mijn grootmoeder. Ik was 10 jaar toen dat ze overgegaan is. En dat was heel onverwacht. Dus dat heeft een enorme impact gehad op mij. Ik had heel veel verdriet. En ik was nog heel jong, dus dan zijn we nog niet echt bezig met leven na de dood en zo. Alhoewel dat altijd wel iets vanzelfsprekend is geweest voor mij. Maar wat ik mij wel afvroeg, in die tijd werden de mensen nog thuis opgebaard. Dus ik heb haar gezien, opgebaard op haar bed thuis. En ik vroeg mij af van, maar waar is ze nu naartoe? Want dat lichaam lag daar, maar dat was Mimi niet meer. En dat was wel iets wat ik mij afvroeg, van waar is ze dan? Maar goed, op die leeftijd denk je daar nog niet verder over na. Maar gaandeweg, met ouder worden in mijn jonge tienerjaren, was dat toch iets wat mij fascineerde. Ik las ook heel veel boeken over reïncarnatie, over wat is er na de dood. Het was iets wat mij bezig hield. Maar wat ik ook altijd heel vanzelfsprekend vond, dat het zo was. Ik vroeg mij niet af van, is het zo? Maar hoe is het dan? Hoe ziet dat er dan uit? En hoe kun je daar dan contact mee maken? Want ook dat was iets vanzelfsprekend eigenlijk. Je groeit op en je gaat naar school en je studeert. Ik ben vrij jong getrouwd, op mijn 21ste. En mijn man was begrafenisondernemer, onder andere. Ja. Toevallig, zo te denken. Heel toevallig, hè? Ja. Nu, dat was niet zijn hoofdberoep. Hij had een meubelzaak. Maar ook dus begrafenissen en ceremonie. En ik ben daar in de zaak gestapt als meewerkende echtgenoot. En ik moet eerlijk toegeven dat ik daar toch eerst even zo wat... Ik ga niet zeggen bang van was, maar toch zo wat voorzichtig in wilde zijn, omdat ik dacht van, ik ga hier met heel veel verdriet geconfronteerd worden en ik weet niet of dat ik dat aan kan, omdat ik heel veel aanvoel. En dat ik dacht van, ga ik dat wel kunnen? Maar al gauw bleek dat ik dat eigenlijk het liefste van al deed. Die mensen bijstaan, begeleiden in dat proces, wat toen nog heel praktisch was, en de praktische regelingen die daar rond gebeuren. Maar dat gaf mij wel heel veel voldoening. Nu, na een tijdje en na een aantal jaren begon ik toch te voelen van, dit is het hier niet helemaal zo, die zaken.
de begrafenissen, ja, dat deed ik wel graag, maar dat was niet hetgeen waar ik de hele dag door mee bezig was. Hè. Het was vooral de meubelzaak. En dat was toch niet mijn ding. Ik was heel geïsoleerd. En ik heb mensen nodig. Ik kan heel goed alleen zijn. Ik heb dat ook nodig. Maar langs de andere kant heb ik ook de mensen rond mij nodig. En dan vooral het gevoel hebben van iets te kunnen betekenen voor anderen. En dat gevoel had ik veel te weinig. En dan hebben we eigenlijk een aantal moeilijke jaren gehad, omdat ik aangaf van ik wil daaruit. Het was ook niet echt mijn man zijn passie. Zijn passie ligt in transport. Dat is ook op familiale redenen, dat zat ook in de familie. En dat was zijn passie. En daar was hij ook nog mee bezig. Dus wij werkten gigantisch veel. Ik voelde van, dit is het niet meer. En dat was iets wat aan het borrelen was. En ik heb dat altijd omschreven als het gevoel zo aan uw hart van een fles champagne die geschud is en die zit te borrelen, maar het stopsel zit er nog op. En ik voelde dat zat te duwen tegen dat stopsel en dat er vroeg of laat een keer ging afspringen en dat ging ontploffen. Dat was het gevoel dat ik had. En inderdaad, om den duur was dat niet meer tegen te houden. En door de moeilijke situatie waar we in zaten, want dat was de zaak van zijn ouders, dus van mijn schoonouders, dus die zat zo tussen twee vuren, was dat heel moeilijk. En ik begreep dat enerzijds wel, maar anderzijds had ik ook heel sterk het gevoel van, als het niet samen is, dan is het alleen. En dan zijn we eigenlijk een tijdje uit elkaar gegaan. En ben ik beginnen werken. Allee, een job dan, hè. Een job in loondienst als werknemer. Ben ik dan bij Randstad gaan werken als op een dienst voor huishoudhulpen met dienstenchecks. En dat was eigenlijk mijn eerste grote job in de grote wijde wereld. Maar ik heb daar heel veel geleerd en ik ben dan ook vrij snel doorgegroeid. Ik was heel ambitieus. Want op het moment dat mijn man en ik uit elkaar gingen, heb ik heel veel tegenkantingen gekregen. En dan zeiden mensen van, ook in de heel dichte omgeving, van wat ga jij doen? Gaat je dat niet kunnen? En je gaat zwarte sneeuw zien. En wat denk je wel? En ik heb niet gestudeerd, want ik had enkel mijn secundair diploma. En van daaruit is er eigenlijk een soort bewijsdrang ontstaan. Van, wat? Jullie denken dat ik dat niet kan? Ik zal dat wel een keer bewijzen, want ik voelde heel sterk aan wat dat er aan potentieel in mij zat. En dat heb ik dan eigenlijk gesmeten op de bedrijfswereld. En dan ben ik ook gaan coachen in datzelfde bedrijf, in dezelfde organisatie. Ben ik eigenlijk mensen uit kansengroepen gaan coachen. Dus mensen met een zonder diploma of langdurig werkzoekende, mensen met een armoedeproblematiek. Dus echt de moeilijke profielen op de arbeidsmarkt. En die gaan coachen in een traject, individueel of in groepen. Opleiding geven, daar rondwerken aan de randvoorwaarden om dan naar de arbeidsmarkt te kunnen leiden. Dus dat gaf al wat meer diepgang, dat vond ik daar wel. Maar ook weer ik heb dat een zevental jaar gedaan, begon ik toch ook weer te voelen van, aan het einde van de dag zijn toch de cijfers die tellen en voor mij ging het puur om de mensen. Dus dat begon te vechten met mijn integriteit. En dan weer heel toevallig, hè? Iemand die mijn collega geweest was, hè? Die was die ook van job veranderd. En tijdens een lunchje zegt hij tegen mij, goh Carla, dat was in de uitvaartsector. Hè? En die zegt, Carla, nabestaande zorg bij ons, dat zou iets voor u zijn. En ik denk, nabestaande zorg, wat is dat? En dat is dus eigenlijk de mensen, of de nabestaanden, kort na het overlijden gaan
begeleiden, ondersteunen, zowel in de praktische regelingen die na een overlijden moeten gebeuren, als ook ja, een schouder lenen, een luisterend oor zijn voor die mensen, om hen op weg te zetten. Zodanig dat zij eigenlijk aan dat rouwproces kunnen beginnen, dat al die beslommeringen achter de rug zijn. En ja, daar is 3 jaar overheen gegaan, ook weer zo'n heel raar verhaal. Ik ga daar niet in detail in treden, maar ik ben 3 keer eigenlijk opgebeld om... ja, om te solliciteren voor die job. En pas de 3e keer ben ik er effectief op ingegaan. En ja, na 2 dagen was dat in kannen en kruiken en ik had de job. Dus daar heb ik dan ook, ja, daar heb ik eigenlijk 9 jaar gedaan. Eerst als consulent, om dus echt op de baan te gaan. En de laatste jaren als leidinggevende van datzelfde team. Dus... En daar heb ik super graag gedaan. Daar kon ik echt de meerwaarde zijn voor de mensen. En vooral, wat mij vooral ook fascineerde, was dan ja, de verhalen die je dan hoort. Hè. En dan zit je 1-op-1 met de mensen. En je bouwt op een heel korte tijd een diepe connectie op eigenlijk. En dan vertrouwen mensen nu wel verhalen toe. Ja, dat vond ik heel plezant om te doen. En dat was ook een beetje na een aantal jaren leidinggevenden, miste ik dat. De verhalen. De verhalen, maar ook het contact met de mensen. Omdat je dan, ja, je stuurt een team aan. En dat was ook heel tof. Maar ja, er begon weer zoiets te borrelen. Van, ik wil meer. Maar goed, ja, dat sleept zo'n 2 jaar aan en dan ben ik eigenlijk in een burn-out beland. Surprise, surprise. Hm. Als je natuurlijk altijd onderdrukt wat dat je voelt, dan uiteindelijk ja, komen ze met een hamerke langs en dan zeggen ze van ja, bezin u toch maar nog eens. dus dat was een heel moeilijke tijd. Maar ook een tijd waarin dat je heel veel tijd hebt om te reflecteren, om na te denken, om te voelen. En ik had ook al... ja, 20 jaar geleden, denk ik, of bijna, een opleiding gevolgd, massagetechnieken. Maar niet, allee, ja, in mijn directe omgeving gedaan, niet professioneel. Ik vond dat fantastisch om te doen. Ik kreeg daar ook heel veel feedback over, dat mensen echt wel voelden, de energie voelden tijdens een massage. Maar ja, het leven komt er dan tussen, mijn ambitie en mijn bewijsdrang. Hè. Dus ik heb daar verder niet veel mee gedaan. En tijdens mijn burn-out kwam heel sterk naar boven van... ik wil daar weer iets mee gaan doen. Ik moet daar iets mee gaan doen. En ook de link dan naar... vanuit de uitvaartsector, zal ik maar zeggen... wilde ik ook iets gaan doen met rouwenden en sterven. Ja, maar wat dan? Dus dan ben ik... ik heb mij ingeschreven, natuurlijk als ik me alweer beter voelde, niet in het begin. Maar op het moment dat de opstart op het werk dichterbij kwam, dacht ik van ja, maar dat is het eigenlijk niet. Eigenlijk wil ik niet terug, dat voelde ik. Maar dan komt de ratio terug. En dan denk je, ja, ik heb een gezin. Hè. Een man, 2 kinderen. Ze waren terug met je man samen. Ja. Dat heb ik eigenlijk vergeten zeggen. Ja, we zijn eigenlijk maar een 7-tal maanden uit elkaar geweest. Ah, ja. Voilà. Ja, 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 ja. Ik dacht van, dan moet ik hier nog even in fietsen. Ja, hè? Goed dat je het zegt. Ja, 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 absoluut. Want ja, we zijn heel gelukkig samen. maar dat was nodig om iets in gang te zetten. Ja. Toen. Ja, nu ben ik met een draad. Ja, sorry. Nee, dat is niet erg. Je was eigenlijk aan het vertellen dat je niet klaar waart om terug te keren naar je job. Juist, ja. En dus een opleiding wou volgen. Ja, dus ik heb mij ingeschreven voor een opleiding zorgmassage. En een opleiding energetisch rouw- en stervensbegeleiding. Ja. En ik voelde, ik ga daar iets mee doen. Ik weet nog niet wat. En vanuit de ratio dacht ik dan van, ja, ik ga terug progressief opstarten op mijn werk. En dan ga ik uiteindelijk 4/5 werken. Op die 4/5 ga ik iets in bijberoep starten. En dan zien,
en lukt dat uitbouwen en zo. En ik ben teruggestart september 22, ben ik terug gaan werken. En ik voelde heel snel van, wat zit ik hier te doen? Ik pas hier niet meer. Dat is heel sterk. Maar dat redeneerde ook weer weg, want je denkt, ja, je bent 9 maanden oud geweest, je moet terug wennen. Het is een nieuwe omgeving terug, weer die structuur. Maar het voelde niet oké. En heel toevallig krijg ik in oktober mijn ontslag. Ik word ontslagen. En eerst zeiden daar 2 dagen... ik was daar 2 dagen heel fel van onder de indruk, want dat was de mat die onder mijn voeten vandaan getrokken werd. De zekerheid viel weg. Hè. En de derde dag ben ik opgestaan met een energie die ik al in jaren niet meer gevoeld heb. En dan had ik heel sterk het gevoel van, dit moest zo zijn. Ik heb het te lang voor mij uitgeschoven. Ik wou er niet... helemaal mee aan de slag. Ik wilde die zekerheid, die veiligheid behouden en niet springen. Maar ja, dan blijfde, dan stagneerde ook, hè. Dan groeide niet verder. En dan denk ik dat ze hierboven gezegd hebben van ja, Carla Jong, je kunt er nog jaren over blijven babbelen en fantaseren en dromen, maar het wordt tijd dat je nu ook iets gaat doen. En zo voelt voor mij dat ontslag aan. En op die tweede dag, dus dat ik met die energie opgestaan ben, zag ik ook jouw filmpje voor het partnerschap. En dan dacht ik, wat heb ik te verliezen? Helemaal niks. Ik heb geen job niet meer, ik ben nog niet bezig. Maar het voelde alsof dat het zo moest zijn. En dat dat mijn kans was om echt iets te gaan doen met... Ja, waar dat ik al die jaren mee bezig ben, eigenlijk. En ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb een mailtje gestuurd en gezegd van, ja, kijk, ik ben nog niet bezig, maar voilà. Dat is wat ik in de wereld wil gaan zetten. En dan is alles eigenlijk in een grote versnelling gegaan. En ik heb nog gewerkt tot eind 22, maar ik was ondertussen al bezig met mijn praktijk op te zetten. En op 2 januari ben ik gestart. Ja, het is ongelooflijk. Wat voor switch dat je gemaakt hebt. Maar ergens ook heb ik altijd zo wel het idee gehad van... Ze beseft ten helft niet wat voor potentieel dat er in haar zit. Hè? Want natuurlijk als startende ondernemer twijfelt je aan soms aan je eigen waarde. En ik weet ook dat voor u de dood zodanig normaal is, dat je daar zelfs eigenlijk heel weinig over uitweidt. Want je gaat er denk ik op een bepaalde manier van uit. Hetgeen dat ik daarin zie en weet, ja, iedereen weet dat toch. Dus ik vond het heel belangrijk om u hier vandaag op die stoel te hebben, want daar willen we nu toch wel eens gaan induiken. Hè? Ja. En want je hebt daar al verteld dat je verhalen hebt gehoord, dat je zelf ook jaren, al van als je kind bent, bezig bent met waar zijn we naartoe? Waar gaat onze ziel naartoe als we sterven? Als we dit lichaam verlaten? En ik weet dat zeer moeilijk onder woorden is uit te drukken en dat je met woorden altijd gaat tekortschieten. Maar Alex zou zeggen, probeer toch maar een keer. overgaan, sterven. Wat kun je ons daarover vertellen? Ja. Enerzijds heb je het fysieke sterven. Hè, en anderzijds heb je het energetische sterven. En daarover ga ik het vooral hebben nu. Door de verandering in de golven van de hersenpatronen ontstaat er eigenlijk een andere vorm van bewustzijn. Dus stervenden, die bevinden zich eigenlijk niet meer in een voor ons normale tussen haakjes, een bewustzijnstoestand, die wordt steeds ruimer. Nu, dat klinkt heel abstract. Wat is dat dan? En zoals dat gezegd, dat is heel moeilijk om concreet uit te leggen, om dat met onze hersenen te begrijpen. Maar er is daar jaren onderzoek ook al naar gedaan. En onder andere door het Monroe Instituut in Amerika, Robert Monroe,
heeft daar heel lang onderzoek naar gedaan. En hier in België wordt dat verder gezet al meer dan 30 jaar door Timotheus. Dat is ook waar dat ik mijn opleiding volg. Belangrijk, heel belangrijk is om te weten dat dat niet een rechte lijn gaat, wat ik ga vertellen. Ik ga bepaalde fases benoemen, maar dat is geen rechte lijn. Dat is een cyclus. Dus dat wil zeggen dat je ruimer in bewustzijn kunt gaan en dan terug dichter bij het fysieke lichaam. Terug ruimer, terug weer in het dagdagelijkse bewustzijn, totdat je eigenlijk het fysieke effectief en definitief verlaat. Ja. Dat even als kanttekening. Dus wat heeft Robert Monroe gedaan? Die heeft daar een kaart over opgemaakt. En hij noemt dat een focus. En focus is dus eigenlijk een ander woord voor een bepaalde bewustzijnstoestand. En de eerste focus is eigenlijk ons dagdagelijkse bewustzijn, waar onze linker hersenhelft vooral actief is. En met wat we allemaal moeten doen en structuur en ja, het hier en nu. Ja. In een volgende fase is er meer harmonisatie tussen de linker en de rechter hersenhelft, waarbij de rechter hersenhelft meer actief wordt. Als we dan nog verder gaan, dan is er een toestand van diepe ontspanning. Het lichaam voelt zwaar aan, maar de geest is helder. Je bent je bewust van alle omgevingsgeluiden, van de sfeer die er hangt. Dat kun je een beetje vergelijken als een meditatieve toestand. Op die manier is dat misschien iets makkelijker voor te stellen. En in een focus 10 noemt dat dan. Ervaarde die toestand, maar je bent dus nog heel erg bewust. In focus 12 ga je eigenlijk in een eerste vorm van bewustzijnverruiming. Dat kun je ook, ik zal zeggen, stervenden ervaren daar dat zij niet meer helemaal in hun lichaam zitten. Ze worden ruimer. Ze beseffen dat ze meer zijn dan alleen het fysieke lichaam. Ja. Nog altijd bewust. Hè. Het lijkt niet altijd zo. Wij denken dan soms van, ze zijn zich niet meer bewust van de omgeving. Maar je moet weten, het gehoor is het laatste zintuig, of toch een van de laatste zintuigen die wegvalt. Dus ook al lijkt het niet zo, toch kunnen zij vaak nog heel veel aanvoelen en horen. Dus dat is wel een belangrijke. Hè? Als je als naaste of dierbare in de omgeving bent van iemand die door dat stervensproces gaat, wees u ervan bewust dat ze vaak nog heel veel horen en aanvoelen. In een volgende stadium of focus, hè, daar valt eigenlijk tijd en ruimte weg. Ja, want wij hier in de derde dimensie, wij leven lineair, maar daar bestaat tijd en ruimte niet. Ja. Dus dat valt weg. Dat is ook een toestand dat je kunt ervaren in bijvoorbeeld regressie. En dan kun je ook geestelijk gaan verplaatsen naar tijden, plaatsen, waar je fysieke lichaam zich niet bevindt. Ja. Dus je hebt fysiek eigenlijk een... Ja, meer of fysiek voel je dat meer als vervaagd aan. Het fysieke is eigenlijk niet meer zo in uw bewustzijn. Hè. Het is eerder uw geest, uw ziel, die dan actief is. Kom je eigenlijk op het stadium of de plaats, hè, hoe dat je het ook wilt omschrijven, de brug tussen leven en dood. Dat wordt ook vaak omschreven als de tunnel van licht. Ja. Dat is eigenlijk de brug tussen leven en dood. En mensen die komen te overlijden, die gaan daar definitief over. Ja. Die worden vaak ook opgewacht door dierbaren die hun zijn voorgegaan om hen te verwelkomen. En dat zijn ook, dat hoor je ook heel vaak in bijna doodverhalen. Ja. Dat ze zeggen van, mijn mama stond mij op te wachten. Of,
of andere mensen die, waar dat je een heel nauwe band mee gehad hebt in het leven. En soms kan je dat ook zien op het moment dat mensen overgaan, dat zij dat benoemen. Of zeggen, oh, wat doe jij hier? Dat wordt soms uitgesproken door mensen. Of je ziet het gewoon aan hun uitdrukking, dat er ineens een opklaring komt, een heel ja, vreugdevolle uitdrukking op het gezicht. Dus dan leeft het fysieke lichaam nog? Het fysieke lichaam leeft nog, maar het moment van overgaan. Mm-hmm. Hè? Dus dat ze eigenlijk, terwijl ze nog hier zijn, toch ook al degene zien die hen staan op te wachten. En dat maakt de overgang vaak makkelijker. Ja, omdat dat toch ja, het onbekende is hè, voor veel mensen. En dat is een soort van geruststelling ook voor hen. Van, ah, het is oké, ik kan meegaan. Mm-hmm. Ja. En herinner je dat ik daarnet zei van heel belangrijk, het is een cyclus, het is geen rechte lijn. Hè, want in een volgende fase vind je eigenlijk zielen die nog ja, verbonden zijn met het lichaam. Maar... die eigenlijk geen of heel weinig lichamelijk bewustzijn nog hebben. Denk aan mensen in een coma. Mm-hmm. Of mensen die onder sedatie zijn. Je hoort ook vaak mensen die een operatie meemaken en tijdens de operatie, dus terwijl dat ze gesedeerd zijn, dat ze ook bepaalde ervaringen hebben. Dat ze uit hun lichaam treden en zichzelf zien liggen of naar andere dimensies gaan. Of onder invloed van drugs. Dat noemen we dan hallucinaties, en dat is ook vaak zo. Maar ook daar wordt die bewustzijnstoestand ervaren. Ja. Een keer dat je overgegaan bent, je hebt je dierbaren ontmoet, dan kom je eigenlijk in een soort van wachtplaats, rustplaats, om een beetje te bekomen van de overgang, van wat je net hebt meegemaakt. Het is een heel actieve plaats, waar mensen ook wel aan de slag gaan met bepaalde emoties die ze nog met zich meedragen rondom het sterven bijvoorbeeld. Het is ook de plaats waar het levensoverzicht, de life review, zoals dat ze zeggen, plaatsvindt. En waar dat, de ziel eigenlijk bewust wordt van de gevolgen van hun handelen, van hun gedrag. Tijdens het leven. En daar wordt een balans van opgemaakt. Het is een heel belangrijk moment, omdat je daar niet alleen bewust wordt van, ja, wat heb ik gedaan en gezegd, maar ook welke impact heeft dat gehad op de ander. En daar ja, zitten al heel veel lessen in, bewustwording, want dat is uiteindelijk wel het grote doel, de bewustwording. Maar is ook de plaats waar mensen soms kunnen een beetje komen vastzitten. Mensen die bijvoorbeeld totaal niet geloven in er is iets na de dood, bijvoorbeeld. Die kunnen dan eigenlijk een beetje in shock zijn van wat gebeurt er nu, waar ben ik nu? Of mensen die heel plots gestorven zijn in een ongeval of... in een misdaad of een grote ramp, zeg maar iets. Die kunnen dan een beetje, die zitten dan gelijk in een cocon met blokkerende emoties, overtuigingen. Die zitten zo vast in dat moment eigenlijk, dat hen verhindert om verder te evolueren of verder te reizen. En dus die blijven dan hangen, zitten. Dat heeft niks te maken met oordeel of wat dan ook, hè, want daar is geen oordeel, alles is gewoon. Maar dat kan een oorzaak zijn dat zielen daar toch even op dat niveau verblijven, omdat ze daaruit los moeten komen. En nogmaals, daar is geen tijd, dus je kunt niet zeggen van dat duurt zo lang of zo lang. Want daar kun je geen tijd op zetten. En zijn dat dan soms, sorry dat ik je onderbreek, mm-hmm. Carla, maar ik denk dat ik daar kan op inpikken. Ja. Zijn dat dan de zielen die soms ook nog rondhuizen in woningen, omdat ze denken, ik woon daar nog? Ja, kan. Ja, inderdaad. Of op de plaats van een ongeval, bijvoorbeeld. En dat kan ook dat ze daar blijven hangen in die situatie.
Maar ja, dat klopt. Ja. Als je dan verder gaat of evolueert, hè, dan kom je in de astrale werelden, waar toch al een grote vorm van ja, rust, vrede, eenheid is. Maar waar de ziel wel nog gaat werken aan, of verwerken en transformeren van bepaalde emoties en gebeurtenissen die ze in het aardse leven hebben meegemaakt. Hè. Want ja, waarom zijn we hier eigenlijk in grote lijn? Om te leren, om te evolueren, om te transformeren. Hè. Maar hier vergeten we dat, hè, want in het sluier is er. Hè, en we vergeten dat, we hebben vrije wil, vrije keuze. Dus de gelegenheden of de opportuniteiten die op ons pad komen, ja, wij kiezen zelf wat we daarmee doen. Gaan we daarmee aan de slag of kiezen we voor een andere weg? Dat is allemaal oké, maar op dat niveau ga je dan wel gaan kijken naar, oké, daar heb ik die keuze gemaakt of waarom heb ik dat gedaan? Dat doe je ook niet alleen. Je zit altijd omringd door andere zielen, meestal uit een bepaalde ziel, uit je eigen zielsgroep, met begeleiding van andere zielen, die dat leerproces eigenlijk begeleiden. Zodanig dat je als ziel kan evolueren. En de vraag komt vaak van, ja, maar als daar allemaal zo goed is en zo duidelijk is, waarom moet het dan? Waarom komen we dan naar de aarde? Waarom moeten we dan naar hier komen? Wel, ik probeer dat te zien als, daar is geen dualiteit. En hier wel. En door die dualiteit kan je eigenlijk veel sneller de lessen leren. Als je geen tegenstellingen hebt, ja, hoe begrijp je dan donker licht? Hoe begrijp je dan zwart-wit, liefde-haat, noem maar op, alle tegenstellingen. Dat kan je hier veel, veel gemakkelijker leren dan daar. Die evolutie gaat hier veel sneller. Op dat niveau heb je ook de grote strekkingen of wegen van de godsdiensten. Want waar dat je hier op aarde belang aan hecht, dat zijn ook vaak de dingen die je daar gaat zien, ervaren. Want manifesteren, dat gaat daar onmiddellijk. En daar zit geen tijd tussen voordat je het kan bedenken en dan uiteindelijk manifesteren. Daar is het er gewoon. Dus daar heb je dan ook zo... stel dat je iemand bent die zot is van de bergen. En daar kom je terug tot rust en daar doe de energie op, ja, dan kan het zijn dat je daar je omgeving ziet als een berglandschap. Ja, omdat dat u ook een gevoel van rust geeft. Dat is ook zo met godsdiensten. Iemand, een christen, gaat bijvoorbeeld geen boeddha zien of en omgekeerd. Dus dat is op dat niveau. En ja, dat is ook al heel rustgevend. We kunnen dat eigenlijk niet met woorden beschrijven. Hè. Want als je dan nog verder evolueert, en dan zitten we al op de 27e focus, dat is eigenlijk die grote eenheid dat je ervaart. Hè. Rust, vrede, immense liefde ook. De kleuren zijn daar heel anders, texturen ook. Dat hoor je vaak ook in die bijna doodervaring, dat mensen zeggen van, wij hebben hier geen woorden om dat te kunnen beschrijven. Dat is een ervaren, dat is een voelen. Dat kun je niet met woorden beschrijven. En dat, daar zijn, als je daar komt, om het zo te zeggen, dan kun je op een dieper niveau dingen gaan verwerken ook nog, maar je kunt ook andere zielen gaan begeleiden die bijvoorbeeld nog vastzitten daar ergens. Of die kunnen ook beslissen om op het fysieke niveau, in onze fysieke wereld, mensen te gaan bijstaan, gidsen, begeleiden. Of ze kunnen kiezen om nog verder te reizen, om nog verder te gaan evolueren of terug te incarneren. En dat zijn allemaal zaken die je daar kan
doen, beslissen, kiezen. Hè, want er is daar ook geen wil die opgelegd wordt. Want, en nu is het tijd om terug te incarneren. En dat is altijd een keuze die je hebt. Wil ik terug incarneren? Ja, dan nee. Nu al, wat ga ik dan... wat wil ik dan deze keer leren? Hè, want dat is een heel ander gesprek, hè, voor geboortelijke planning. Maar dat gebeurt daar ook. En uiteindelijk, ja, kom je in het grote bewustzijn. Hè, het eenheidsbewustzijn. Totale vrede, vreugde, eenheid. Ja, het zijn. Denk je dat we ooit als ziel helemaal naar die ene pot terugkeren? Of dat we, blijven we niet altijd ergens in een van die hogere lagen hangen, van waaruit dat we dan weer incarneren? Denk je niet dat het gedaan is een keer als je terug bij dat eenheidsbewustzijn bent? Nee, het is niet gedaan. Je hebt altijd de keuze, maar bepaalde... we noemen dat dan opgestegen meesters, die incarneren meestal niet meer. Die gaan eerder de anderen in de astrale werelden gaan begeleiden. Of mensen in de fysieke wereld gaan gidsen. Kan ook, ja. Want denk eraan, het is geen recht proces. Hè. Ik benoem dat nu zo om het een beetje met ons verstand te kunnen vatten. Maar het is dus eerder een cyclus. Dus je gaat ook naar verschillende bewustzijnstoestanden terug. Je gaat dan weer naar een hoger bewustzijn. Dus het is niet zo dan een keer dat je daar bent van, en nu is het af. Dat is zelden. Daar hebben we nog wel een aantal levens voor te gaan, denk ik, de meesten onder ons. Het lijkt er wel op, als je het zo beschrijft, in ervaring, dat er toch veel gelijkenissen zijn met leven hier dan? Wel, dat is het nu net. Hè? Want wat doet het Monroe Instituut of hier in Vlaanderen Timotheus? Daar leer je eigenlijk om bewust, zonder over te gaan, ook die verruimde bewustzijnstoestanden te gaan ervaren. Uitredingen en zo? Je hoeft zelfs niet uit te treden. Je kunt het heel bewust gaan ervaren. En dat is heel bijzonder om mee te maken. Je hebt het zelf al meegemaakt. Ja, dat is wat we eigenlijk in de opleiding energetische rouw- en sterfhuisbegeleiding doen. Dus door middel van oefeningen ga je zelf in die verruimde bewustzijnstoestanden. En dan kan het zijn dat je daar bepaalde zielen tegenkomt. Dat is heel bijzonder. Dat heeft een heel groot impact op mij ook gehad. En in bepaalde oefeningen, als ik een voorbeeldje mag geven. En ga je dus, ja, dat is een hele oefening waarin dat je in een verruimde bewustzijnstoestand gaat. En dan ga je onder begeleiding eerst die verschillende focussen doorwandelen. En dan wacht je en kijk, komt er iemand, komt er niemand, wie komt er? En op een gegeven moment... komt mijn grootmoeder daar. Nu, misschien moet ik ook vertellen, ik heb altijd al het gevoel gehad dat zij bij mij is. Hè. Ook al andere ervaringen gehad daarmee. Dus dat was voor mij geen verrassing. Dat verwachtte ik zelfs ergens, van als er iemand komt, dan zal zij het wel zijn. Maar ineens stonden daar nog twee andere zielen van onkels van mij. Die overleden zijn. En dat vond ik wel verrassend. Want wij wel een goede band, maar niet, dat had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet zien aankomen. En die gingen in een beschermende cirkel rond mij staan om mij verder te begeleiden in die verruiming nog van die bewustzijnstoestanden. En iets later komt daar toch een derde onkel bij. Ja, dat zijn allemaal broers van mijn mama. Die overleden zijn. Ze had vier broers, die zijn al allemaal overgegaan. Van heel lang geleden tot de laatste vorig jaar. Die derde komt erbij. En dat was eigenlijk zo'n hele grappige altijd. Dat was de grappige onkel. En ik schrok, want dat had ik ook niet zien aankomen. Ik zei, jij dacht dat ik u vergeten was, hè? Maar ik kom de rangen sluiten. Dus ze hebben mij verder begeleid daarin, totdat ik eigenlijk in die Focus 27 kwam, waar dat je dan eigenlijk dat gevoel van eenheid, want het is heel moeilijk te beschrijven, het is echt iets wat je moet ervaren, eenheid, liefde,
Alles valt weg. Je ziet ook, allez, in mijn geval zag ik dan ook een heel mooi landschap met zon en bloemen en vlinders. En, ja, je zijt gewoon. Het is heel moeilijk te omschrijven. Het is een gevoel, het is een ervaren. Ja. Het komt er dus alleszins op neer als ik je zo bezig hoor, dat het daar bijzonder mooi, prachtig, vreugdevol, liefdevol is. Ja. En dat dat misschien net hetgene is waar wij als mensen dan bang voor zijn, terwijl dat jij hebt ervaren. Integendeel. Er is niks voor bang te zijn. Ja. Nee, niks om bang voor te zijn. Integendeel. Nee. Want de zielen die overgaan, als ze dan door, over die brug of door de tunnel of wat dan ook gaan, heel veel zijn blij, want het is een gevoel van thuiskomen. Want daar komen we vandaan. We zijn een ziel met een aardse ervaring, met een aardse, met een fysiek lichaam die we tijdelijk gebruiken om hier onze ervaring op te doen. Maar dan gaan we terug naar huis. Hè? En zelfs tijdens mijn burn-out heb ik dat gevoel gehad van ik wil naar huis. Aan zijn begin, als ik heel diep zat en het allemaal niet meer zag zitten, dan dacht ik van, weet je, trek de stekker er maar uit, laat me maar naar huis gaan. En daar ga ik mij goed voelen. Maar ja, zo werkt het niet natuurlijk. Hè. En gelukkig maar, want ik had hier nog iets te doen. Duidelijk. Maar dat was ook de wake-up call die ik nodig had om... Oei, ik zit echt niet op mijn pad. Voilà. Ik ben echt niet goed bezig. Want dat is ook wat de zielen uiteindelijk wel... ons hogere zelf van ons wil. Dat is dat we op ons levenspad zijn om die lessen hier te nemen. Voilà. Die de bedoeling zijn natuurlijk. Ja, hè? Ja, inderdaad. En net omdat we een vrije wil hebben, kan het wel gebeuren dat je totaal naast je levenspad terechtkomt. Ja, inderdaad. En dan krijgen we die tekens, hè, en die signalen van... hola manneken, hier hebben we precies een afslag genomen die u van uw pad afleidt. Hè. Maar ja, terug onze vrije wil. Luisteren we daarnaar of volgen we onze ratio? Hè? Zonder oordeel ook. Want ja... Ook dat brengt lessen natuurlijk. Ook dat brengt lessen, inderdaad. Ik heb gigantisch veel geleerd die laatste jaren. Ook en vooral tijdens mijn burn-out. Ook heel veel signalen gekregen die ik genegeerd heb. Tot het laatste, misschien kan ik dat nog even vertellen. Net voor ik uitgevallen ben... ik werkte nog altijd veel van thuis uit, door corona ook. Zat ik in mijn bureau, alle deuren, vensters gesloten. En mijn hond zat bij mij. maar ik zat naar mijn scherm te staren en ik wist het niet meer. Het ging niet meer. Ik had gaten in mijn geheugen. En ik zat echt in zak en as en ik dacht... Help. Help mij. En ineens hoor ik mijn hond achter mij zo... Ja, een beetje... Ik merkte van, er is iets. En ik draai me om en ik zie daar in november, even bij vertellen, een gigantische vlinder rondvliegen. En die komt vlak voor mij op het raam zitten. En ik voelde... zo sterk de energie van mijn grootmoeder, die bij mij is als gids. En het voelde als, ik voelde die liefde, die troost, die ondersteuning heel sterk. Dat overspoelde mij zo sterk dat de tranen over mijn wangen begonnen te lopen. En de boodschap was heel sterk. Het komt goed. En die heeft daar heel lang gezeten en ik ben er blijven naar staren. En die energie door mijn lichaam eigenlijk laten stromen. En uiteindelijk heb ik het venster opengezet. En heb ik gezegd, ik heb het begrepen. En dan is die weggevlogen. Ik heb er ook een foto van getrokken. Ik dacht, dit moet ik bijhouden. Is mijn foto op mijn gsm. Elke keer als ik hem aanleg, zie ik die foto en word ik herinnerd aan... Ja, er is hulp, er is ondersteuning. En je zit ja, op goede weg. Je bent je pad aan het bewandelen nu. Dat voelt zo goed. Prachtig. Ja. Er is zoveel meer dan we kunnen zien. Hè. Ja. We vergeten dat we hulp kunnen vragen aan hierboven. Hè. Ook, ja.
Ja, en soms het contact is er altijd, hè? Alleen staan wij er niet voor open. Want dat we willen vaak heel graag contact maken. En wat ik bijvoorbeeld heel veel gehoord heb in mijn gesprekken met nabestaanden, en dat zijn zo mensen die dan een zachte aanraking voelen, bijvoorbeeld een hand op de wang of door de haren of op de schouder, of het favoriete parfum ineens ruiken, of de sigaren die opa rookte, ja, en zo die dingen. Wat ik persoonlijk had bij mijn grootmoeder als jong kind eigenlijk, op het moment dat ik dacht van, ik ben haar aan het vergeten, dan hoorde ik haar lach. Dat was een hele specifieke, zo'n beetje een klatergiechelende lach zo, die ze had. En op het moment dat ik dacht, ik ben haar aan het vergeten, hoorde ik haar lach. Zo van, ja, maar ik ben hier nog. Zo voelde dat voor mij, dan was ik weer gerustgesteld. Oké, ze is er nog. Ja, of ze komen in dromen. Wat ik ook heel vaak mee... Ja, de vlinders, hè, die zijn heel prominent aanwezig bij mij op de momenten dat ik het ergens niet meer weet of dat ik twijfel van, is het wel de goede stap? Is het wel de goede beslissing? Ja, dan verschijnt daar ineens een witte vlinder. Of witte veertjes, die vind ik dan ook altijd op mijn pad. Je hebt daar ook ervaring mee, hè? Ja, absoluut. En dat zijn de signalen, de bevestiging eigenlijk, die mij dan net dat klein beetje moed geven om te zeggen, ja, oké, ik heb het gehoord, het is goed, ik ga ervoor. Ja. Ja. Het is bijzonder en eigenlijk, van zodra dat we er ons voor openstellen, kunnen we er volgens mij wel gewoon contact mee maken. Hè? Ja, klopt. Het is alleen maar onze eigen beperking en belemmering, waarom dat we het niet... Ja, zien met de ogen blijft altijd de moeilijke. Ja, dat klopt. Je moet door andere ogen leren kijken. Ja, ja. Het is ook eerder energetisch aanvoelen. Als ik nu contact heb met mijn grootmoeder, dan zie ik haar niet als de persoon die ze hier was in de fysieke wereld, maar is energie. Ik kan het niet anders omschrijven. Maar die energie voelt wel als mijn grootmoeder. Of voelde als mijn onkel. En ik wist perfect wie was. Zo, ja, moeilijk uit te leggen in woorden, maar het is evident als je het meemaakt. Ja. En iedereen kan het, hè. Meditatie is daar een hele goede manier voor. Het vooruit bewustzijn. Dat is natuurlijk iets waar je je ook in moet trainen. Hè, waar ik ook nog steeds mee bezig ben. Dat op zich kan zo een steun zijn. Kan heel veel angst wegnemen. Want angst voor de dood is eigenlijk vaak onderliggend aan heel veel andere angsten. Hè, waarvan dat wij denken, ja, maar ja... ik kan nu zo direct niet op een voorbeeld komen, maar die angsten die wij anders benoemen, als je gaat graven, ligt vaak angst voor de dood aan de basis. Het is toch eigenlijk zo bijzonder dat het dan zo mooi is. Hoe komt het dan dat wij op vandaag dat gevoel nog altijd met ons meedragen om daar bang voor te zijn? Ja. Ergens moeten we toch de zielenherinnering hebben dat het niet nodig is. Ja, inderdaad. En op het moment dat je daarvoor begint open te stellen, komt dat een beetje vanzelf. Of gevoeld van... Er zijn heel veel mensen die wel geloven of voelen van er is meer tussen hemel en aarde. Maar ja, daar hoorde niks over, hè, op het nieuws of op de radio. Nee, daarom heb je dus deze podcast. Voilà. Ja, dat is waar. En als je erover praat, dan krijg je soms ook wel de opmerking van, zweverig gedoe. Ja, hè? Ik weet dat jij dat er heel moeilijk mee hebt, hè, om in je gewone omgeving dat te kunnen uiten eigenlijk, zonder daar het gevoel te hebben van, ik ga misbegrepen worden of veroordeeld worden. Ja, ook omdat het zo moeilijk om uit te leggen is, en je kunt met ratio alleen kunt dit niet vatten. En dat is heel moeilijk. En dat heb ik altijd heel dicht bij mijzelf gehouden.
Tot op vandaag, eigenlijk. Tada! The word is out. Ja, inderdaad. Maar ja, als ik mijn missie wil leven, ja, dan moet dat gewoon. Ik voel heel sterk van dit is de stap die nodig is om in mijn proces ook verder te gaan. Ja, en misschien kunnen we daar nu even de brugje maken naar wat dat je dan ook doet. Hè? Mm-hmm. Want het proces is... Uw proces is dat je inderdaad anderen wilt begeleiden, ja, in de laatste fases van hun leven. Maar je bent toch ook heel erg bezig met mensen die chronisch lijden. Misschien kunt je daar nog iets over vertellen. Ja. Er zijn heel wat zaken die je kunt doen als ondersteuning. Dat kan voor gezonde mensen, dat kan voor in een ziekteproces, maar dat kan ook in een stervensproces zijn. Hè. Omdat je niet mocht vergeten dat tijdens een ziekteproces, en dat kan zowel fysiek als mentaal zijn, hè, denk maar aan burn-out, depressie, angststoornissen, maar ja, fysiek dan, hè, kanker, andere chronische aandoeningen, die behandelingen, dat kan echt wel heftig zijn. En er zijn een aantal zaken die je kan doen om dat proces te ondersteunen. Om... rust daarin te vinden om bepaalde symptomen te verminderen. De eigen vibratie hoog te houden. Hè, want dat heeft allemaal een effect op het zelfhelend vermogen van ons lichaam. Want we zijn nu wel heel erg bezig geweest over dat energetische. Maar we hebben potverdorie een fantastisch lichaam. Hè, dat heel veel kan ook zichzelf genezen. Hè, of in ieder geval een aantal processen in het lichaam ondersteunen, omkeren. Ik zeg dat heel voorzichtig, want met alle respect voor mensen die door zo'n proces gaan. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan wat ik gebruik in mijn praktijk, hè, is dus enerzijds het gronden, het aarden. Heel belangrijk dat we goed in ons lichaam zitten. Tegelijk het verruimen. De twee, hè? En uitzoomen. Ja, klinkt heel contradictorisch, maar ja, eigenlijk een evidentie. Het hoort samen, hè? Het hoort samen, ja. Absoluut. Ja. En aanraking is zo belangrijk. Dat doe ik met mijn zorgmassage en mijn reiki ook, hè, om energetisch het lichaam te gaan versterken en het zelfhelend vermogen te gaan activeren. En daar kan je pijn, angsten, depressies, maar ook fysieke symptomen zoals misselijkheid bijvoorbeeld. Ik denk aan chemo. Hè. Ja, natuurlijk. Kan je daarmee verminderen. Nog ter ondersteuning daarvan werk ik ook met etherische olie. Die ondersteunen dat proces ook. Meditatie, visualisatie en zelfs muziek. Tuurlijk, dat is allemaal vibratie, hè? Muziek van een bepaalde vibratie, inderdaad. Om ook jouw persoonlijke frequentie, vibratie, hoe dat je het wilt noemen, hoog te houden. Want dat heeft ook een invloed op hoe dat je het ziekteproces ondergaat. Het kan bijvoorbeeld alleen mensen die van mijn tafel recht staan, die binnengekomen zijn en die zeggen, ik heb geen energie meer, of ik heb daar zoveel pijn, die recht staan en die zeggen, oh, ik heb meer energie. Het is onmiddellijk voelbaar. En dat is ook heel mooi, dat je mensen daarin kan ondersteunen. Want in het medische proces, die ook wel belangrijk is, dat is allemaal heel praktisch. Maar die aanraking, die liefdevolle aanraking, dat is ook wat het energiepeil kan verhogen. Het energetisch aspect waar dat je mensen mee behandelt, is onmiddellijk voelbaar, waardoor dat zij zich beter voelen, waardoor dat ze ook de heftige ervaringen die ze meemaken beter kunnen dragen, hè, waardoor dan hun vibratie hoger blijft. Dat is belangrijk voor het herstelproces. Het is ook weer een cirkel. Voilà, ja. Sowieso, wat ik hier voel, is het menselijke. Waar dat je in het klassieke circuit eigenlijk vooral gefocust bent op
je moet genezen en de druk die daar ook op ligt. Ja. Maar van zodra dat ze u afschrijven, zijn ze precies niet meer van belang ook. Hè? Ja. Terwijl, als je het vanuit zielenperspectief bekijkt, wilt je tot op het einde toch je vibratie zo hoog mogelijk houden. Absoluut. Want misschien wil ik dat verhaal gewoon heel kort toevoegen, hè, Carla, maar ik heb toevallig of niet een tweetal weken geleden een terminale man ontmoet als ik in het klooster zat. Okay. En die kwam daar om te sterven, maar om zijn vibratie zo hoog mogelijk te hebben tegen dat hij zou overgaan. Ja. Ik vond dat zo boeiend. Ik heb heel veel van die man geleerd, omdat hij dus eigenlijk al lang had aanvaard dat hij ging sterven. Die was ook heel dankbaar over zijn leven, maar het was vooral zijn bekommernis van, als mijn vibratie hoog is, dan weet ik ook dat ik op een goede plek daarna ga terechtkomen, want ook dat is vibratie. Ja. En de vibratie die we hier voelen, hij legde me dat eigenlijk heel mooi uit, van we kunnen allemaal samen rond een tafel zitten, met alle vibraties samen. Jij kunt een heel andere vibratie hebben dan ik. Wij kunnen hier perfect samen zitten met een moordenaar en met iemand die zich ellendig voelt, maar eens dat je overgaat, komt het terecht in je eigen frequentie. Ja. En dan heb je die andere frequenties niet meer. Nee. Dus het werk dat jij doet is super cruciaal om mensen in de juiste vibratie te laten overgaan ook. Ja. En op het einde van dat leven toch nog die kwaliteit te schenken. Ja, hè, want je kunt inderdaad denken, ja, stervensbegeleiding, dat is vooral bezig zijn met wat komt erna. Maar eigenlijk is het vooral bezig zijn met het hier en nu. En hoe voel ik mij hier? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vrede vind en klaar ben voor die overgang? Want het is geen einde, het is een overgang. De ziel blijft bestaan. En die verschillende bewustzijnstoestanden die ik daarnet heb beschreven, mensen vragen dan ook soms, ja, hoe lang duurt dat dan? Mm-hmm. Ja, je kunt er geen tijd op zetten, maar om het een beetje aards te zeggen, kan dat zo'n 40 dagen duren om dat proces door te maken, maar het kan ook op 2 dagen, afhankelijk van wat dat je hier al hebt verwerkt en hoe je trilling hier is, kan dat proces gemakkelijker maken. Ja, en als ik u dat dan hoor zeggen van hoe lang duurt het, dan stel ik mij ook al onmiddellijk de vraag bij zo crematies en zo, en bij begraven, worden wij dan, of worden sommige mensen dan niet gewoon te snel verbrand of te snel begraven? Nee. Fysiek gezien? Nee, nee. Nee, want je bent los van je fysieke lichaam. Hè. Dat kun je dan echt zien als het mooie voertuig waarvan dat je de eer hebt gehad om zoveel tijd te mogen in doorbrengen. Maar dat is, nee, mensen maken zich geen, of zielen maken zich geen zorgen om het fysieke lichaam. Ja, nee. Want als je daarnet beschrijft van ik ben ook naar Focus 27 gegaan, de vraag die nu meteen oppopt bij mij is dat eens dat een ziel sterft en ze gaat over dat brugske, dan kan ze niet meer terug, hè? Je hoort dat veel bij bijna doodervaringen, hè? Van als ik daar doorga, ja, dan ga ik niet meer terug, kan ik niet meer terug. Dus ik kies nu om, of om de een of andere reden worden ze dan teruggeworpen. Ja. Maar als jij dan die oefening doet, kun jij wel terug. Ja, net omdat het een cyclus is en geen rechte lijn. Aha, ja. Ja, dus je kunt effectief in een verruimde bewustzijnstoestand tot daar geraken. Maar ik zeg het, dat is oefening. Gelijk alles, hè, om dingen onder de knie te krijgen. Maar het kan, ja. Maar die zielen die dan kiezen om van ik ga over naar die focus en die keren niet meer terug, dat is dan vooral omdat ze het zelf niet meer willen. Ja, dat moment, de tijd is gekomen. Hè. Want daar zit je dan toch weer al nog met het grotere geheel. Dus eigenlijk spreken we hier over in welke mate dat we zelf ook verantwoordelijk zijn voor veel van al die stappen. Ja. Maar er is toch nog altijd een grotere kracht, het universum. Ja. Hoe verhoudt zich dat tegenover elkaar, denkt u? Wel, het moment van overlijden, dat staat zo goed als vast. Dus wanneer dat je komt te gaan. Dus eigenlijk staat mijn moment ook al vast. Dus waar zit mijn vrije wil dan? Dat vind ik wel heel interessant. Want daar ben ik het zelf nog niet helemaal... Ik ben er nog niet uit hoe dat zit. Voordat je naar hier komt, maak je uw levensplan op. Hè, van wat wil ik in dit aardse leven gaan leren? Hè. Door de vrije wil kun je dat al dan niet doen. Hè. Maar het moment van overlijden staat meestal wel vast. De manier waarop niet. Want dat is ook weer afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt. Hè.
Normaal gezien staat het al vast. Ik heb al verhalen gehoord van zielen die momenten hebben ingelast, om het zo te zeggen, waarop dat ze zouden kunnen kiezen om al over te gaan of toch nog te blijven. Ja. Dus, maar in de meeste gevallen is dat wel een moment dat als u een tijd gekomen is, dan ga je, op wat voor manier dan ook. Dus wat dat uw intentie dan ook mag zijn en hoe dat je dan al dan niet uw levenspad hebt bewandeld. Ja, ja. Het is een afspraak die je gemaakt hebt vanuit het hogere zelf. Ja. En op dat moment zal het universum ingrijpen. Ja, ja. Ja, maar de manier waarop, dat staat niet vast natuurlijk. Tenzij dat ook deel uitmaakt van uw voorgeboortelijke planning. Als je die ervaring nodig hebt om bepaalde lessen te leren, kan dat wel zijn. Ja. Ja. Amai, dat is boeiend. Carla, ik denk dat zo'n thema is waar ik niet over uitgesproken geraak. Sowieso niet. Maar ik wil wel nog een keer even terugkeren naar wat je dus doet energetisch. Ja. De mensen die lijden, al dan niet in een fase waarin dat ze wel nog kunnen herstellen of helemaal niet meer kunnen herstellen. Ja, maakt niet uit. Voilà. Ja, ik denk dat hier wel eens een oproep mag zijn. Hè. Ik vind dat heel belangrijk. Ja, nee, ik vind het belangrijk dat mensen weten dat dat bestaat. Want er is zo weinig aandacht voor mensen in dat proces. Iedereen is vooral gefocust op het beste zelf worden en op ons gezondste zelf worden en op genezen. Ja. Jij focust je niet per se op het genezen, maar op het helpen dragen, op de kwaliteit van het leven. Inderdaad. En het oordeelloos zijn over het feit dat iemand gaat sterven ook. Hè? Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. Ja, op dit moment ben ik nog vooral bezig met het Het fysieke, dus het, de massages, de energetische massages. Gecombineerd met alle zaken die ik daarnet heb genoemd. En in de toekomst, ik voel heel sterk dat dat mijn pad is om ook in dat stervensproces te gaan. Met andere mensen, om hen daarin te begeleiden. Ik hoop tegen de tijd dat de podcast uitgezonden wordt. En dat ik daar al concreet verder insta. Maar het is een... Het ontvouwt zich, natuurlijk. Je kunt ook niks forceren. En dat voel ik heel sterk aan. Ik wou dat in eerste instantie wel onmiddellijk doen, maar ik voelde heel sterk van nee, het is nu nog niet de moment. Je begint met het ander stukje en de rest gaat eruit voortvloeien. Hoe, waar, wanneer, dat weet ik niet, maar ik geef mij over. En het zal wel naar mij toe komen. Het universum zorgt voor je, jongen. Voilà. Dat weten we, hè. Ja, dat weten we, ja. Ja, sowieso heb jij ook een blog klaarstaan, energetisch omgaan met chronisch lijden. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie aanvulling kan zijn op wat we hier al allemaal hebben besproken. Ja. Ik zou jullie ook allemaal willen uitnodigen om eventjes te kijken in jullie omgeving. Ken je persoonlijk mensen die chronisch lijden of ben je zelf iemand die chronisch aan het lijden is? Ga dan zeker eens naar de blog kijken, want daarin gaat Carla jullie sowieso nog meer vertellen over hoe dat je daar kan mee omgaan en handvaten aanreiken. Maar ze wil ook een gratis zorgmassage weggeven voor iemand die jij kent, waarvan dat je denkt, die kan dat echt gebruiken. Dat is iemand die zo hard lijdt. En ik gun die persoon die liefdevolle aanraking, die energetische aanraking, die Carla kan verzorgen. Dus ga vooral naar de website van Goodness op www.goodness-lifestyle.com om daar verder jou te verdiepen in dat energetische proces bij chronisch lijden. En om ook deel te nemen aan de giveaway die Carla daar wil doen. Carla, is er nog iets dat jij denkt van, dat wil ik heel graag vertellen nu, of dat heb ik niet kwijtgekunnen? Ik denk dat we het belangrijkste wel gezegd hebben. Ja, denk het wel. Ik ga ervan uit dat mensen die misschien nog nooit gehoord hebben van het verruimde bewustzijn bij sterven, dat je sowieso 1001 vragen voelt naar boven komen. Ik zou jullie willen uitnodigen om sowieso niet te proberen om alles met je hoofd in te vullen, nee, want dat is een onmogelijke job. Maar vooral te voelen. Ja, te voelen en over te geven en te vertrouwen. Ja. En misschien gewoon al in dit leven te zoeken naar de signalen op jouw pad. En zoals je zo mooi beschreef met de vlinder. En dan zit ik hier met zo'n vlinder op mijn borst naar u te lachen, hè, Carla? Ik zag die en ik dacht, wauw.
Echt waar. Ja, ja, ik moest wel lachen, maar je kende uw verhaal nog niet over de vlinder op het raam. Zo mooi zijn. Ja, ja, ja. Ja, dat voelde heel verbindend ook naar jou toe. Ja, dat doet me deugd, dank u, Carla. En sowieso, dank u wel voor jouw verhaal. Graag gedaan. Superboeiend. Ik ben heel blij dat we dit belangrijke thema hier ook aan bod hebben kunnen laten komen. Want voor mij is dit een ontbrekend puzzelstukje vaak als we kijken naar holistische gezondheid. Ja, klopt. Dus bij deze, merci voor uw mooie missie. Merci voor wie dat je bent. En bedankt om uw verhaal hier bij ons te komen doen. Heel graag gedaan. En jullie graag tot de volgende, zou ik zeggen. Bye. Meer weten over deze gezondheidswerker of over het Goodness Partner Netwerk, raadpleeg dan onze website op www.goodness-lifestyle.com. Je vindt er het complete netwerk van gezondheidswerkers terug, als ook hun unieke invalshoek op de blog. Tot de volgende!